Is het mogelijk om zo'n grassig perceel in een aantal jaar om te toveren in een voedselbos? Ik denk het wel. En deze week neem ik je mee naar mijn voedselbos. Ligt mijn voedselbos. En als ik even bijdraai, dan zie je hier bij de buurman. Zo zag mijn terrein er 7 jaar geleden uit toen ik het kocht. Hier en daar een boom en voor de rest allemaal hele harde graspollen, een aantal stukken putrust ertussen en voor de rest groeide er helemaal niks. Een bodemonderzoek leerde mij dat de pH onder de 4 pH was. Nou, kortom, bijna niks wil hier groeien en een heel moeilijk stuk om meer biodiversiteit te krijgen. Toch ben ik er redelijk in geslaagd. Wil je weten hoe het er nu uitziet? Kom dan met me mee. We lopen nu door de poort het perceel op. In de afgelopen jaren heb ik hier meer dan 300 verschillende soorten bomen, struiken, klimplanten en laagblijvende planten aangeplant. En op dit moment zijn alle 7 lagen van het voedselbosprincipe aangeplant. Ben ik dan klaar met planten? Nee, nog lange niet. Er is nog enorm veel te doen. We staan nu in het hart van het perceel. En je ziet dat de pollen met gras en de pitrus en de bramen hebben plaatsgemaakt voor een enorme diversiteit aan planten, bomen en ook dieren en insecten. Al zijn die er nu half november niet zo heel veel meer. In ieder geval niet zichtbaar. Toen ik begon met aanplanten jaren geleden was ik toch wel een beetje de dorpsgek die in één keer in een bos allemaal eetbare planten ging aanplanten. Maar inmiddels is dat wel anders. Het concept voedselbossen is in Nederland enorm populair aan het worden. Alleen er zijn nog niet zo heel veel mensen met praktijkervaring. En daarom heb ik besloten om de komende tijd allemaal filmpjes te gaan plaatsen over al mijn successen. Maar vooral ook alle dingen die ik heb fout gedaan en die niet gelukt zijn. Ter lering en vermaak, zeg maar, dat anderen er ook wat aan hebben. Kortom, wordt vervolgd.